wat leuk dat je weer naar mijn nieuwe video kijkt. In mijn vorige video liet ik je zien hoe je deze fabulous eieren maakt. Die ga ik op tafel zetten, want ik geef binnenkort een paasbrunch. En bij een paasbrunch hoort natuurlijk ook een non-alcoholische cocktail. En dit is mijn absolute favoriete paasrecept. Hij is roze, hij is romig en hij is gewoon ontzettend lekker. Dit is wat je nodig hebt. Eerst ga ik de glazen verseren. Dat doe ik met een acrylstift, zodat ik het er ook weer af kan halen later, maar dat het wel goed blijft zitten. Dit wordt uiteindelijk een bunny, dus ik maak twee ogen. Ik teken eigenlijk een golf met allemaal kleine golven die aan de uiteinden zitten. Stipje in het midden. En een konijn heeft altijd een schattig neusje, dus dat doe ik door een hartje te tekenen. Ankertje aan de onderkant. Streepjes door naar het recept. Ik hou altijd van makkelijke recepten, zeker als je cocktails gaat maken. Je wil er natuurlijk veel maken, dus dan moet het niet al te ingewikkeld zijn. Ik giet alle ingrediënten gewoon in de blender. Kokosmelk en kokoscrème, je kan het beide gebruiken. Dat is wat het zo romig maakt. Ananassap zorgt voor de frisheid. Granaatappelsap zorgt voor de zoetheid. Je kunt ook verse aardbeien erin doen. Crunch. Of ijsblokjes, wat je maar in huis hebt. En dit is het magische ingrediënt. Niet alleen zorgt het voor aardbeiensmaak, maar ook die kleur, jongens. Kijk, het wordt echt een soort Barbie cocktail. Zie je dat? Love it. Nou, daar gaan we. Kijk, hij ziet er goed uit. Die kleur is echt fantastisch. In principe kun je ze natuurlijk nu al serveren, maar we gaan ze nog leuker maken. Want ik heb hier marshmallows. En even kijken waar mijn schaar is. Knip je schuin door midden, zodat je dit krijgt. Dit wordt het oor. En op de achterkant knip je ook een klein knipje erin, zodat die open gaat. Op de kant waar je geknipt hebt, die is het meest plakkerig. Die dip je in het aardbeienpoeder. Ja, zet je erop. En omdat dit glas wat kleiner is, ga ik hier ook de marshmallow wat kleiner knippen. Dus wat doe ik? Ik knip hem dus weer schuin door midden. En dan knip ik aan de onderkant er een extra stukje af. Zo, lekker dippen. En dan zet je hem erop. Het is meer een katje geworden eigenlijk, maar ja, het is ook leuk. En als je nog marshmallows over hebt, of zoals ik hier een hele bak heb liggen, dan plak je die op de achterkant. Want dan heeft hij ook nog een schattig staartje. Nou, laat die paasparty maar beginnen. Oh, er valt een oortje af. Wacht even. Nee, hij ging goed zo. Nou, laat die paasparty maar beginnen. Wil je weten hoe mijn paasbrunch is gegaan? Check dan eventjes mijn TikTok, want daar deel ik de vlog. Mm. Oh, dit is zo lekker. Wauw. Cheers.